Ik ga naar de auto en dan naar huis. En u heeft iets gekocht? Ja, ik ben even op de markt geweest, bloemen halen. Ja. En die voor uzelf? Ja, voor mevrouw, maar ook voor mezelf. Speciaal halen. Het is leuk om op vrijdagmarkt even te kijken wat er een bloemen is. En dat is altijd wel een leuk aanbod. Dus. Nou, ze zijn voor uw vrouw. Ja, en voor mezelf hoor. Ja, bent u een bloemenliefhebber? Ja. Ja, het brengt wat kleur in het leven. Ik vind het wel leuk, een mooie bloem. Bent u levensgenieter? Ja, dat probeer ik in ieder geval wel. Dat lukt niet altijd, maar het wordt meestal wel. Hoe probeert u dat? Nou, een beetje positief blijven denken. Ja. En wat is dat, positief denken? Ja, nou, vooral kijken naar de dingen die je wel hebt. Je kunt lang stilstaan bij de dingen die je niet hebt, maar dat schiet niet op. Daar word je niet vrolijk van. Zijn er wel dingen geweest in uw leven van u, laten we zeggen, niet vrolijk werd? Ja, ik heb wel het nodige meegemaakt. Ja. Ziektes, ja. Bij uzelf? Ja, bij mezelf, ook in mijn gezin. Ja. Maar u ziet er momenteel, naar mijn oordeel, kerngezond uit. Dank u wel, meneer. Maar dat is anders geweest? Ja, dat is zeker anders geweest. Ja. Er is een tumor ter grootte van een kippei uit mijn hoofd gepeuterd. Echt waar? Ja. Hoe is dat gekomen? Ja, hoe komt dat? Dat groeit, hè, en dat moet er dan een keer uit. Ja. Maar u kwam bij de dokter omdat u klachten had en toen? Ja, ik kreeg een epileptische aanval en daar bleek een hersentumor achter te zitten. Ja. En die was inmiddels gegroeid tot een kippeneigrootte? Ja. Wat dacht u toen u dat hoorde? Ja, ik heb mijn laatste uur wel geslagen. Ja. En hoe is dat verwijderd? Dat is verwijderd in de dijkzucht, toen nog tegenwoordig Erasmus. Ja. En dat is zo'n operatie waarbij ze de schedel lichten en dan... Ja, dan maken ze een klep in je hoofd en dan heb je inderdaad een klep. En die wordt er weer ingezet en dan komen er een paar schroeven, tot hij er niet uitvalt. En dan kun je weer vrolijk verder. Merkt u er nog wel eens wat van? Ja, wel wat. Een operatie heeft altijd wel wat bijwerkingen. Je bent vermoeider dan dat je normaal bent. Dan laat u me even met het litteken met trots zien. Ja. Bent u opgelucht dat het er allemaal op zit? Ja, uiteraard. Het is inmiddels ook alweer een flink aantal jaren geleden. Hoeveel jaar geleden praten we dan? Praat ik over 18 jaar geleden inmiddels. Ja. Dat was in de tijd dat artsen nog niet zo heel erg... Nee, dat is zo. Ik heb echt met die operatie geluk gehad. Het is zonder meer. We zijn toen... Voor dat moment erg nieuwe technieken gebruikt en dat is mijn geluk geweest. Want ik had toch van een aantal specialisten al te horen gekregen dat hij er niet helemaal uitkomt. En hij is er toch helemaal uitgegaan, dus soms heb je geluk. En hoe bent u zelf uit die operatie gekomen? Ja, goed. Ik had niet verwacht dat ik er zo goed uit zou komen. Maar dat was... Eén heel klein... sneetje mis en er vallen ja, een paar... Ja, dan was ik links blijvend verlamd geraakt. Hoe is de operatie gegaan op het moment dat het werd uitgevoerd? Was u bij kennis of? Nee, dat is blijven doen. Ja. Je komt later bij. Er zijn inderdaad wel hersenoperaties die uitgevoerd worden bij bewustzijn, maar deze is niet. Ja. Maakt zich wel eens zorgen over, laten we zeggen, de terugkeer van een tumor? Sorry, maar... Zeg, maakt u zich wel eens zorgen over de terugkeer van een... Ja, dat is op het ogenblik wat minder. Ik ga het niet concentreren. Hè. Op het ogenblik wat minder. Maar ik heb dus jarenlang, eerst ieder jaar en toen iedere twee jaar, voor controle weer een MRI-scan. En dat blijft dan toch iedere keer belangrijk spannend, hoor. Ja, wat is het? Nou, denk ik van als je zoiets meemaakt, dan heeft het zelf al gezegd, geniet je meer van het leven. Ja. Je wordt je bewuster van
de dingen op je heen. Je staat anders in het leven, dat is zonder meer. Zijn er dingen waar u zich tegenwoordig minder zorgen over maakt dan vroeger? Ik probeer zo min mogelijk aandacht aan de minder leuke kanten van het leven te schenken. En zonder nou echt je te verstoppen. Maar ik probeer er toch wel een beetje positief mee op te gaan. Ja. Niet dat dat altijd lukt, maar alleen het streven is gewoon natuurlijk. Hè. Nou, heeft u een bos bloemen? Ja. Die zijn voor uzelf, maar ook voor uw vrouw? Ja. Hoe lang bent u met de vrouw? Met mijn vrouw ben ik, 46 jaar getrouwd. Dus, dan gok ik er zomaar eens op dat het uw eerste liefde was. ja, dat kun je wel stellen, ja. Ja. En deze, daar is ze helemaal gek op, die pioenen. En even wat zon erop. Dus dat sowieso. En dat is altijd een hele korte tijd dat die maar er zijn. En dan moet je het ook echt kopen, want anders dan is het net, zijn ze er weg. Dus, Nou, ik was op weg naar de auto, want u gaat naar huis. Dank u voor het meelopen. Ja, staat. Dag.